We staan hier in een pand aan de Peperstraat. En we gebruiken dit pand als een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen om in te lopen. Om samen met ons en met de toekomstvisie voor dit gebied vorm te gaan geven. Het gebied noemen we Centrum Oost, waar we mee bezig zijn. Het gebied grenst eigenlijk direct aan het centrumgebied in Verdam, de gedempte gracht die de afgelopen jaren flink opgeknapt is. Als je door het gebied loopt, zie je allerlei verschillende plekken. Hele gezellige plekken, zoals bijvoorbeeld door Klauwershoek, de kleine straatjes langs de kerk. Eigenlijk de plek waar Zaandam ontstaan is. Je loopt langs de Zaan, de mooie open route langs de Prins Hendrikade, Burg, met die mooie open ruimtes. Dan heb je de Zuiddijk, waar er verschillende speciaalzaken zitten. Wat wij willen met het gebied is dat het in 2040 een gebied is waar je prettig kan wonen. Liefst nog prettiger dan nu. En wat ook een gebied is waar het leuk is om te bezoeken. Waar we met name aan denken is meer groen. Dus om het voor het klimaat, de klimaatverandering. In het kader van energietransitie om te denken van hoe kan je de woningen nu in de toekomst betaalbaar blijven verwarmen. En hoe ga je om met het verkeer. Hoe hou je het gebied bereikbaar en leefbaar. Nou, dat zijn dingen waar we samen met de eigenaren, woningcorporaties, bewoners en ook de winkeliers over nadenken om dat in 2040 voor elkaar te krijgen. Wat wij daarom graag zouden willen is dat mensen hier echt binnenkomen. Aan de hand van de groene en rode stickers hun reactie geven, hun advies geven op het plan wat wij nu hebben, het concept. Zodat we het echt mee kunnen wegen in de besluitvorming straks in de gemeenteraad.